Mijn idool was Jan Keulemans. Dat was wel de persoon waar ik meest naar opkeek. Ik zei, wat doe jij hier nog? Ik zei, kom. Wel, ik denk dat iedere trainer toch wel een aantal waarden naar voren wil zien. En in de eerste plaats op het veld wil ik hebben dat iedereen zich 100% inzet. En dat ze geen functie van de ploeg gaat wegcijferen. Wat hoort daarbij? Dat is defensieve werk, offensieve taken. En alle afspraken nakomen. Het is niet zo, omdat ik vroeger een verdedigende middenvelder was, dat ik constant iedereen in blok laat spelen. Nee, ik probeer hoge pressing te spelen. Als je spreekt tegen mij, dan krijg je misschien iets verworven. Als het niet van toepassing kan zijn, dan ga ik ook wel duidelijk nee zeggen. Maar er is zeker een goede communicatie tussen mij en eigenlijk elke speler. En ik vind ook dat een trainer daar moet inspanningen voor doen. Want nogmaals, hetgeen die op het veld gebeurt, kan dikwijls helemaal niet resulteren wat naast het veld gebeurt. Dus iemand die ongelukkig is naast het veld, pakt dan meestal wel mee op het veld. Ik denk dat we kunnen teruggaan naar de halve finale Genk tegen Oostende, waar 's morgens vroeg Kevin van Driessen gebeld wordt van zijn vrouw dat ze ging gaan bevallen. Ik zeg, Kevin, weet je al iets? Ja, ja, het kan elk moment gaan gebeuren. Ik zeg, wat doe jij hier nog? Ik zeg, kom, we gaan je wel brengen. En dan is mijn hulptrainer Jordi Lemiengre direct naar Lille gereden. En ze waren juist even te laat, maar je heeft toch een uur of twee daar kunnen blijven. 'S Middags nog een goede dutje kunnen doen. En 's avonds hebben we ons gekwalificeerd voor de finale. Niet zozeer, maar toch zijn mijn jeugdjaren wat getypeerd geweest door eigenlijk twee ploegen te volgen. En dat was dan Club Roeselare, waar mijn papa dan redelijk veel ook naartoe ging. En wij waren van Roeselare en de tweede week gingen we dan naar Club Brugge kijken. Mijn idool was Jan Keulemans. Dat was wel de persoon waar ik meest naar opkeek. En ja, dan heb ik hem zelf gekend als trainer. Dus dat was voor mij een fantastische ervaring. Ja, als het balletje van speler tot speler gaat, zonder dat ze eigenlijk heel weinig tijden nodig hebben, daar hou ik wel van. Heel veel beweging. Proberen in de rug van de tegenstander te spelen. En natuurlijk achteraan een goede circulatie, zodanig dat je niet onder druk komt. Is toch wel een droom van elke trainer als je ploeg zodanig balvast is dat ze eigenlijk de bal kunnen van persoon tot persoon brengen zonder dat ze eigenlijk in problemen komen. En dat is eigenlijk de ultieme droom, denk ik. Goh, ik vind niet dat je snel moet beginnen twijfelen. In mijn eerste 4 jaar heb ik 4 keer play-off 1 gespeeld. En dan denk je van, ja, dat gaat alleen maar beter worden. Maar toch zijn het afhankelijk van ook de spelers en de kwaliteit en de groep. Ik durf ook wel bekennen dat ik de laatste jaren wat minder tevreden thuis rondloop, omdat ik te veel verlies naar mijn gedacht. Maar ik mag het niet tonen aan mijn groep, omdat als ik begin negatief te zijn, dan is het helemaal om zeep. We werden natuurlijk afgestempeld als een degradatiekandidaat. Sowieso voel je dan ook al een klein beetje die druk. Ik vind dat we in een aantal beslissingen kritisch bekeken worden. En dat is dan in het aantal gele kaarten dat we krijgen. In het niet verkrijgen van vrije trappen, in het niet krijgen van penalties. Dat het veel gemakkelijker is om een degradatiekandidaat te zijn. Ja, die gaan toch zakken dit jaar. We gaan geen penalty fluiten. En ik vind toch dat we daar dan toch een keer iets mogen over zeggen. En dan vervolgens is het aan ons, omdat we de juiste kansen creëren, moeten we ze ook binnenschieten. En eerst en vooral moeten we in eigen boezem kijken.